Het eerste concept van de wet Nationaal Mensenrechten Instituut is af. Ter verruiming van de bewustwording van deze belangrijke wet zal er een media lounge plaatsvinden, als ook diverse workshops worden georganiseerd voor diverse maatschappelijke groeperingen. Mensenrechten worden gerespecteerd door de regering Santokki Brunswijk. Vandaar dat alle ten dienste staande middelen zullen worden ingezet om de wet Nationaal Mensenrechten Instituut te bespreken met alle relevante groeperingen. De wet Belasting Toegevoegde Waarde zorgt volgens belastingdirecteur Ismaël Kalaikhan voor een betere spreiding van de belastingdruk naar een ieder die gebruikt en verbruikt. Er is een verruiming, CQ-verbreding van goederen en diensten die aan BTW onderhevig zijn. Dit zorgt er ook voor dat veel ondernemers en dienstverleners zich ter registratie bij de Belastingdienst melden om de BTW te kunnen doorverrekenen. In de BTW-wet zijn er meerdere tarieven van toepassing. Naast het algemene tarief van 10% zijn er ook nog tarieven van 5, 10 en 25%. Terwijl er ook 0% geldt op goederen en diensten waarop er geen BTW wordt geheven. Momenteel wordt het vuil in de verschillende wijken 2 keer per week opgehaald. Het is de bedoeling dat de vuilophaal langs de Indira Gandhiweg vanaf maart 2023 contractueel dagelijks geschiet met kraakperswagens. Dit vanwege de grote behoefte en bedrijvigheid langs deze weg. De bewoners worden opgeroepen om hun vuil intussen netjes thuis te houden en dit alleen voorin te zetten op de ophaaldagen.